In de binnenstad lijken Sinterklaas en Zwarte Piet bijna verdwenen te zijn. In vergelijking met andere jaren hebben de winkels nu minder Sinterklaasversieringen in de etalage staan. En sommige winkels zijn nu al helemaal gericht op kerstmis. Maar wat vinden de Hengeloers hier zelf van? Sinterklaas moet blijven in de etalages en overal. Ik denk dat dat komt omdat de mensen heel veel kopen op internet en dat de zaken allemaal denken van waar maak ik mij nog druk om. Sinterklaasfeest is niet meer zo'n groot feest. Maar ik vind gewoon dat ze dat toch moeten veranderen. Dat valt ook heel erg op, want ik zag ook in de krant zo'n foto staan en dat had ik zaterdag toevallig zelf gezien bij zo'n speelgoedzaak. Alleen maar een pietenmutsje, terwijl het een kinderspeelgoedzaak is. Dus ik denk van nou, daar horen toch pieten bij, lijkt mij. Ja. Ze hebben veel te vroeg die etalages ingericht op kerst. Dat is echt helemaal niet mooi. Nee, dat moet eigenlijk verboden worden. Er moet Sinterklaas in staan. En geen kerstballen. Ik denk dat Sinterklaas gewoon minder in trek is dan kerst. Dus zo gauw als Sinterklaas weg is, wordt alles kerst. En bijna is alles al kerst. Dus ik denk dat het is. Vroeger was je Sinterklaas natuurlijk heel erg fan van. Maar het gaat gewoon weg. Iedereen is met kerst bezig en dat snap ik ook wel. Dat is gewoon, iedereen is ermee bezig, want het is gewoon veel gezelliger, vind ik zelf. Sinterklaas is eigenlijk gewoon een cultuurfeest en kerst is gewoon wereldfeest en daar doet iedereen aan mee. Het is veel gezelliger. De exacte reden voor de mindering van Sinterklaas is onbekend. In deze tijd van het jaar komt ook de Zwarte Pieten discussie op stoom. In Hengelo vindt men het jammer als de Sint of zijn helpers daardoor moeten verdwijnen. Ja, aan de ene kant vind ik het ook wel een beetje racistisch. Dus ik vind het niet zo erg als de plaats van zwart een beetje roet is. Dus. Mag ook wel. En wat nou als de Sinterklaas traditie helemaal verdwijnt? Oké, dat gaat iets te ver. Dus ja, zolang het maar blijft, maar het mocht wel een beetje beperken. Ik heb daar niet zoveel mee, ook al ben ik zwart. Ja, ik vind het niet erg. Zwarte Piet is gewoon een mooie traditie, vind ik. En dat ze nu gaan overvinden over de slavernij en zo, ja, dat vind ik een beetje raar, hè? Ja. Sinterklaas zelf was helaas niet beschikbaar voor commentaar. Die heeft wel andere zaken aan zijn hoofd.